Ik denk dat iedereen wel iemand heeft of een vriend heeft, wel, laten we zeggen, met wie die misschien niet helemaal oké is, hè, in de ogen van anderen, of die wel eens iets heeft gedaan. Ik geloof ook in tweede kansen. We maken allemaal fouten. En hij heeft een hele domme fout gemaakt. In de zin van dat hij zijn agressie de overhand heeft laten nemen, waardoor hij zijn eigen neef heeft gestoken. Ja, moet je dan als hier zeggen van, nou weet je wat, ik vergeet alles, onze vriendschap, onze broederschap, alles vergeet ik. En ik ga je helemaal buitensluiten, iets waar hij niks mee te maken heeft. Het is zijn vriend, het is een broeder van hem, met wie hij echt heel close is. Moet hij hem dan helemaal afschrijven voor een incident waar Ziyech niks mee te maken heeft? Wat tussen Promes is en zijn neef? Ik zie de logica niet.